helemaal. En wat superleuk dat je kijkt naar een nieuwe adventskalender unboxing. En ik wil degene die deze aan heeft gevraagd even bedanken. Want ik had geen idee dat Notino dit jaar met een adventskalender zou komen. Het is zo grappig om te zien dat je ziet dat webshops nu steeds meer inspelen op deze trend. Ik weet niet 100% zeker of dit ook daadwerkelijk de eerste keer is dat Notino dit doet. Maar voor mij is dit de eerste keer en ik had gewoon geen idee. Dus hartstikke bedankt voor het aanvragen hiervan. Ik had hem gelijk besteld. Deze is €189. Er was ook een Korean skincare variant. Maar aangezien ik al een Korean skincare adventkalender heb geopend, koos ik voor deze. Er was er ook eentje van €70. Maar als ik even keek naar de merken, dacht ik, dat vind ik niet zo leuk. Deze inhoud sprak mij het meest aan. Dus ik dacht, we gaan lekker voor deze. €189. Ik vind het een flink bedrag. Maar we gaan kijken of het het waard is. Ik ben heel erg benieuwd. En als jij er ook zin in hebt, doe alvast even je duimpje omhoog. Dan gaan we beginnen. Mocht je Notino niet kennen, Notino is een webshop en die verkoopt van alles en nog wat. Dus daarom ben ik des te meer benieuwd waar ze mee komen. Dit is de adventkalender. Oh mijn god, hij is echt heel erg mooi. Dit is echt prachtig. En ik zie aan deze kant dus de 25 gifts in your advent calendar. Er zit ook een hele beschrijving bij van alles wat erin zit. Ik zie al vakje nummer 1. En volgens mij is dit allemaal zo goed in elkaar gezet. Ik zie al stukken ertussen waardoor die niet in elkaar gaat zakken. Dan heb je mijn hart al veroverd. Vakje nummer 1. Dit is de Keratin Therapy olie. Alpha Parf Milano. Nog nooit van gehoord. Maar ik gok dat het een haarolie is. Oeh, dit ziet er wel heel fancy uit. Ik heb een zwak voor haarolie. Ik gebruik het elke dag. Dus dit is fantastisch. Nu al. Huh? Wacht even. Waarom ziet het eruit als parfum? Oh nee, het is wel echt olie. Oeh. Oké, nee. Huh? Ik dacht dit ruikt heel lekker. Maar het ruikt... Oké, als je het insmeert weer wel. Nou, ik ben helemaal confused. Het ruikt wel lekker, maar het ruikt ook een klein beetje neppig. Maar goed, ik vind dat een hele lekkere geur. Neppig. Dus dit is Lisse Design The Oil. En ik heb dus hiervoor een adventkalender geopend waarbij ik zei, oh mijn god, ik heb geen uitgroei meer. Maar toen kwam deze binnen en nu wil ik dat deze eerst online komt. Dus in mijn volgende video heb ik het over mijn haar en over mijn nieuwe nagels waar ik obsessed mee ben. Maar om dat nu dan weer te gaan doen... is een beetje gek. Lang verhaal. Dit was nummer 1. Ik ben fan. Nummer 2. Een Avène. Een Vitamine Active C serum. Een vitamine C serum. Als je mij langer volgt, dan weet je dat ik echt fan ben van alles wat met vitamine C te maken heeft. En dit is een serum. En ik vind het fijn. Het merk komt me bekend voor als hoe ik het lees. Maar volgens mij heb ik er echt nog nooit wat van gebruikt. Oké, ik moet er niet doorheen vliegen. Maar dat is gewoon als ik zelf heel excited ben. Dan wil ik gewoon door. En door. We hebben gezien wat het is. En door. Nummer 3. Oh, jammer dat we niet gelijk zien wat het is. Oké, ik was even bang dat het een nagellak was. Maar dit is een Moroccan Oil Frish... Frizz? Nou, ook niet. Een frizz. Het is voor frizz. Een frizz shield spray. En dit is voor frizz control. Dat is dus deze. Ja, ik ken het niet. Het is ook niet dat ik denk, daar ben ik mega benieuwd naar. Oh nee, dat is 14. Huh? Waar is nummer 4? Oh, die zit hieronder in. Dit is nummer 4. Ik dacht, we hebben een luchtje. Gewoon een groot luchtje. Maar het is een body lotion. Van Narcisco Rodriguez. All of Me. En dat vind ik een heel lekker luchtje. Dus ik had echt gehoopt dat het een luchtje was. Ik vind dit van die dingen die je gewoon bij een bestelling krijgt. Of van die giftboxes die alleen aanwezig zijn rond de feestdagen. Dat je het parfum koopt en dan zit dit erbij. Dit is dus een scented body lotion. Ja, ruikt fantastisch. Ik vind deze geur ook echt heel erg lekker. Er staat ook op gift, not for sale. Ik vind dat altijd zo lelijk als ze dat doen. Dus dan weet je al, dit is eigenlijk een gratis product die erin zit. Maar dan moeten er niet heel veel meer van in zitten. Want dan is het gewoon een gesponsorde gratis kalender. Waar wij dan €189 voor betalen. Nummer 5. En toen was het stil, want ik heb geen idee. Oh, die is hier. Jeetje, waarom is het zo lastig? Oeh. Deze voelt zwaar. Twee producten. Oh my god. Wacht even. Nu zijn we goed bezig. Het is een Foreo. En dit gebruik ik altijd heel graag. Alleen ik ben die van mij sinds maanden kwijt. Leo speelt er altijd heel erg graag mee. En ik kan het nu nergens meer vinden.
Ik had een kleintje en eigenlijk vind ik dit formaat veel fijner. Dit is speciaal voor Claudia. Die vindt het altijd heel erg fijn als er getikt wordt op dingen. Maar dit is dus een gezichtsborstel. En er zit dan ook nog wat bij. Dit is ook van Foreo. En dit is dus een Ultra Nourishing Cleansing Balm. Dus dit bij elkaar als één vakje vind ik echt geweldig. Dat zijn dus deze twee. En ik ben zo super blij dat ik er eindelijk weer eentje heb. Dan zit hier vakje nummer 6. Eigenlijk is dat wel heel chill dat je dan nu pas met een adventkalender uitkomt. Want je hebt al die tijd kunnen kijken wat bij anderen werkt en wat vooral niet werkt. Dus eigenlijk zou deze gewoon perfect moeten zijn. Ik lieg niet wanneer ik zeg dat ik deze al zo lang wil proberen. Dit is van Physician Formula. En dat is echt zo'n merk die elke Amerikaanse YouTuber ooit had. Butter bronzer. En volgens mij had Christina deze ook altijd. En dit vond ik echt geweldig. Alleen ik kocht hem nooit, want ik vond hem altijd even te prijzig. Daarom wacht ik op een adventkalender van 190 euro. Dit is hem. Wel spannend om in een adventkalender te doen. Ik denk dat het voor mij een perfecte kleur is, want hij is heel licht. Oké, dit ruikt heel lekker. Ik dacht, waarom staat er menooi op? Maar nu snap ik het. Het is niet een typische menooi geur, maar het is wel heel lekker zomers. Dus voor mij is dit een hele goede kleur. 9 van de 10 keer zijn ze allemaal te donker voor mij, dus dit is top. En ik blijf het zeggen, het is heel tricky om in een adventkalender een bronzer of iets van kleur te stoppen, omdat het gewoon een hit of een miss is. En voor mij is dit een hit. Nummer 7. Dit is van Bioderma en het is een Autoderm Nutritive Dry to Very Dry Skin. Een dagcreme. Laten we het daarop houden. Volgens mij is dit wel een heel goed merk. Werd mij in ieder geval vaak... Waar is mijn licht? Werd mij vaak aangeraden toen ik om tips vroeg voor mijn droge huid. Dit is hem. Is dit ook een mini? Nee, hè? En dan bedoel ik niet mini mini, maar zo'n fancy mini. Dus die bij je bestelling zit. Maar dat denk ik niet. Dit is dus in ieder geval de crème. En dat vind ik goed. Ik bedoel, ik word er niet heel warm van, maar ik vind het ook niet heel erg. Nummer 8. Dit is van Kera Silk. En het is een powerful, resilient, gorgeous, strengthening masker. En aangezien die van Kera Silk is, denk ik ook voor je haar. Deze, is dat nou hetzelfde merk als die olie? Dat ben ik alweer vergeten. Ik weet ook niet of dit full size is. Het geeft me een beetje een mini vibe, maar het is oké. Een haarmasker is altijd goed. Nummer 9. Dat is de allereerste die zo klein is. Ik heb geen idee. Het is een flesje met een spraydop. Oh mijn god, ik had geen idee dat dit erin zou zitten. We weten allemaal, als je me langer volgt, hoe fan ik hiervan ben. Sol de Janeiro body spray. Of tenminste perfume mist, hoe hun het noemen. In dus de pistachio en salted caramel. Dit is zo fantastisch. Ik had wel het liefst gezien dat merken de nieuwe geuren erin zouden stoppen. Want dit zit er al zo'n 2 jaar op rij in. En Sol de Janeiro heeft toen 3 nieuwe geuren uitgebracht. En dat had echt heel leuk geweest. Maar dit vind ik ook leuk. Nummer 10. Zo. Dit is een parfummetje. My Way van Giorgio Armani. En het ziet er niet uit als zo'n karig klein flesje. Het ziet er wel echt uit als gewoon een mini, hoe je hem kan kopen. Dit is zo leuk. Ik hou van parfum in adventkalenders. Oeh, apart. Ik weet niet of dit een geur is die ik zou kiezen als ik hem ruik in een winkel. Maar ik denk een volwassen geur. Mijn geuren zijn over het algemeen vanille en hoe zoeter hoe beter. En dit is dan echt weer de wat zwaardere kant. En dan heel vrouwelijk. Classy. 15 milliliter. Ja, hier ga je alsnog echt ontzettend lang mee doen. Dus dit vind ik heel erg leuk. Er zijn mensen aan het werk op een steiger aan de overkant. En die zitten de hele tijd mijn kant op te kijken. En ik word er een klein beetje ongemakkelijk van. Maar ik ga gewoon door. Nummer 11. Is dat de eerste echt grote? Ja, volgens mij wel. Zeg niet zoveel, want het is alsnog gewoon klein. Dit is de All Nighter Long Lasting Setting Spray van Urban Decay. Deze heb ik sowieso nog 2 keer in full size onaangeraakt in mijn laadje liggen. Vind hem niet slecht, maar ik heb gewoon setting sprays die beter zijn. En ook gewoon weer echt heel erg klein. Not for individual sale. Oh, Natino, we zijn niet al te goed bezig, hè? Hier zit dan nummertje 12.
En dit is van OPI. Het is geen nagellak. Ja, ik heb hier gewoon niet zoveel mee. Hij zat volgens mij in de Boosie Shop ook van Neonail. Ook een olietje voor je nagelriemen. En dan denk ik, ja, ik vind het niet zo boeiend. Deze is dan van OPI. Goed merk. Maar ik vind het niet geweldig. Ik vind het niet dat ik denk, wauw, wat leuk. Dit is dus voor je nagels en voor je nagelriemen. Is weer eens wat anders dan een handcreme. Maar ik vind het alsnog niet echt leuk. Nummertje 13. Mijn enthousiasme gaat een klein beetje naar beneden. Maar dat komt omdat er gewoon zoveel minis in zitten. Dit is ook een mini. Het is wel van Clarins. Nu dacht ik dat ik dat goed zou uitspreken. Maar Clarins, Clarins, Clarins. En het is de Hydra Essence. Nee, de Hydra Essentie Masker. Dat is deze. En ik weet dat de adventkalender van Clarins ook heel vaak wordt aangevraagd. Maar daarin zitten letterlijk minis. Ik weet dat er mensen zijn die echt zweren bij dit merk. Maar ik heb er gewoon niet zoveel mee. Ik vind het wel lekker dat het een maskertje is. Dat gebruik ik best wel vaak. Maar... snap je? Dan hebben we hier nummer 14. Ik wil weer even gewoond worden, oké? Okay? Het ging zo goed. Een mini. Dit is een hydraterende crème van Payot. Is dat ook Korean skincare? Nee, made in France. Ja, het is 15 milliliter. Dit is ook hartstikke klein. Ja, en misschien betaal je wel 80 euro voor dit tubetje. Dat weet ik niet. Maar ik zie gewoon een kleine tube met een hydraterende crème. Oei, oei, oei. We gaan verder. We gaan naar nummer 15. Nu gaan we weer vooruit. Dat beloof ik. Uriage. Uriachi. Het ziet eruit als zo'n Vichy apothekersmerk. De Euthermal Serum Booster. Oh nee, een booster serum. Met 1,5% hyaluronic acid. Daar hou ik van. Het zijn twee dingen en ik kom er niet helemaal uit. Oh nee, laat maar. Het is gewoon een pipetje voor in je flesje. Dit is hem. Dus het is eigenlijk gewoon een hyaluronic serum. En ik hou van hyaluronic serum. Dat gebruik ik oprecht elke dag. Dus op zich prima. Ken het merk niet. Maar daarvoor vind ik dit soort adventkalenders wel altijd leuk. Maar vind ik het wauw, dat dan ook weer niet. Nummer 16. Nou, we weten nu allemaal dat het niet meer heel veel wil zeggen als het in zo'n la komt. Het is van Gaudalie. Ik weet nog steeds niet hoe het uitspreekt. Ondanks dat het een van mijn nieuwe favoriete merken is geworden. Dat is sinds vorig jaar de adventkalenders. De Vino Pure lijn. En dit is ook de Vino Therapist. Dat zeg ik natuurlijk totaal verkeerd. Maar ik ken dit merk door adventkalenders. En daardoor vind ik adventkalenders zo leuk, omdat je dat dus leert kennen. Dit is een hand- en nagelcreme. Ik was helemaal aan het ophypen, hè? Een nagel- en handcreme. Vind ik zo stom. Dit moest gewoon voor mijn gezicht zijn. Een handcreme. Daar heb ik ook helemaal niks mee. Wel een goed merk. Nummer 17. Dit voelt wel groot. Is van hetzelfde merk. En dit is een douche gel. Een shower gel. Dat is deze. En ja, een shower gel is voor mij een shower gel. Als er iets is waar ik niet kieskeurig in ben, dan is het shower gel. Dus ik vind dit niet per se heel boeiend. Waarschijnlijk gaat de waarde van deze adventkalender daardoor wel omhoog. Maar dan had ik liever die andere gewoon als gezichtsproduct gezien. Of die twee bij elkaar in een vakje, aangezien het toch van hetzelfde merk is. Zit niks in? Nee, er zit niks anders in. Nummer 18. Ik had echt gehoopt dat ik iets enthousiaster zou zijn. Wacht even, nou ben ik confused. Huh? het is precies hetzelfde. Een parfum mist. Hier gaat wat mis. Ik hoop dat ik de enige ben waarbij dat is. Hij staat er niet twee keer op het plaatje. Dus ik denk dat iets niet helemaal goed gaat. Ik vind het niet heel erg. Maar ik vind het wel een beetje random. Ik dacht even dat ik hem weer terug had ingepakt. En hem dan gewoon ingepakt weer terug hierin had gedaan. Dat was nummer 18. Ik ben heel benieuwd wat er dan in had moeten zitten. Hier zit nummer 19. Dit is een Food for Soft. Een hydrating shampoo van Matrix. Ik heb wel van het merk gehoord. En als het goed is, is hij heel erg goed. Dat is deze. Dus dan hoop ik dat er ook een conditioner in gaat zitten. Had in hetzelfde vakje gekund als we deze gewoon gebruikten voor een shampoo en een conditioner. Dit is met avocadoolie en hyaluronic acid. Waar is überhaupt 25? Oh, die zit er wel. Oké. Nu ben ik afgeleid. Waar waren we?
Nummer 20. Dit voelt als een sheetmasker. Of iets van een masker. Dat is het ook. Het is dan wel van Shiseido. De Vital Perfection Uplifting and Firming Express Eye Masker. Oftewel van die Under Eye Patches. Het is volgens mij een behoorlijk prijzig merk. Maar dit is ook zoiets, het doet geen wonderen. Dus deze is van elk ander merk ook gewoon prima. Maar dit is dus een maskertje voor onder je ogen. En daar ben ik dol op. Ik ga hem ook zeer waarschijnlijk gebruiken. En misschien is hij wel fantastisch. Dat zou kunnen. Ik weet nog wel dat vorig jaar deed elke adventkalender, als ze zoiets erin deden, deden ze er 3 van in. En ineens deed elke adventkalender dat. En dit jaar doet niemand dat meer. Als je hiervan 3 in 1 vakje zou hebben, geeft dat al een heel ander gevoel. Al vind ik het alsnog niet erg, want ik gebruik dit echt heel erg vaak. Maar het gevoel wat je erbij krijgt is dan gewoon net even anders. Nummer 21. Waar ben jij? Oh, die zit gewoon letterlijk hierboven. Is ook weer een tube. Het is de Elizabeth Arden White Tea Body Crème. Zo ziet die eruit. Ziet er wel uit als een hele mooie verpakking. Volgens mij zat er nog geen bodycrème in. Dus dat vind ik wel heel erg leuk voor na het douchen. Lekker insmeren. Dat is die. Maar zoals je ziet ben ik er ook niet echt heel enthousiast over. Ik weet niet. Ik denk dat het gewoon een overal gevoel is van, nou, we zijn er nog niet. We gaan eerst door naar 22. Dit is een Sol de Janeiro. Dit is een free gift. Dat staat letterlijk gelijk al voorop. Het is een perfume atomizer. En ik gok dat die niet gevuld is. Ik denk dat dit, ja, dit is zo'n verpakking. Die kan je dan in je eigen parfum doen. Of hoe zit dat? Dan kan je parfum hierin spuiten en dan heb je dus je eigen parfum to go. Ik had het leuk gevonden als we hem ook even gevuld hadden. Gewoon voor de leuk. En dat je hem daarna kan hergebruiken. Maar we hebben al 2 Sol de Janeiro's. En die gaan ook prima mee to go. En de Armani My Way kan ook gewoon in je tas. Dus ik vind dit een klein beetje overbodig. Al helemaal nu erop staat free gift. Vind ik het echt een beetje een karig vakje. Zit verder ook niks bij. Dus niet zo leuk. Nummer 23. Die zit hier. Een sheet masker wedden. Yay, waarom is het altijd bij die grote vakjes dat het eigenlijk altijd teleurstellend is? Het is van Corica en het is een Korean Heritage Vitamine B, C en E complex. Een Skin Illuminating Sheet Mask. Is dus Korean skincare en ik vind hun sheet maskers wel heel goed. Tenminste, dit merk ken ik niet. Maar ik merk dat ik de Korean skincare sheet maskers gewoon over het algemeen heel goed vind. I don't know, we hebben nog 2 vakjes te gaan. Hier zit nummer 24. Dus het kan nog, hè? Het kan nog. Het is een potje. En dit is weer een Sol de Janeiro. En dit is de Delicia Drench Body Butter. Dit is dus de paarse variant. En deze vind ik ook echt heel erg lekker. Het is geen mini. Het is ook niet de full size. Het is gewoon degene die er een beetje tussenin zit. Dus dit vind ik wel echt een heel erg fijn product. Dan gaan we nu naar vakje 25. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Het is niet een mega groot vakje. Het is ook niet een mega groot item. Maar wat het dan is, dat weet ik niet. Het is een cleansing milk. Wat een stom eind. Een Cooperol Dermosensitive Milk. Een Gentle Cleansing Milk Mini. Het is gewoon weer een mini. Het is 50 milliliter en het is dus een cleansing milk. Ja, niet allemaal in de comments nu losgaan. Maar dat flesje is 80 euro. Het is gewoon een cleansing milk. En het is een kleine. En er zit al een cleansing balm in. Als we dat vakje met de Foreo en de cleansing balm als laatste hadden gedaan, dat is wat je een einde noemt. En niet een cleansing milk. Zit er echt niet nog wat in? Nee. Dit eind. Zijn jullie het er mee eens? Of ben ik nou aan het overdrijven? Ja, ik vind dit gewoon geen eind. Een eind hoort wauw te zijn. Fantastisch. Een Foreo en een cleansing balm in 1 vakje. Niet een cleansing milk mini. Dat was vakje 25 van de Notino Adventskalender 2024. Als ik kijk naar de inhoud, vind ik hem leuk. Ik vind de inhoud leuk. Ik vind het afwisselend.
erg veel minis. Ook een paar producten waar het duidelijk op staat dat het niet voor individuele sale is, maar dat het letterlijk is om te geven. Een free gift. En dat vind ik altijd oprecht gewoon lelijk als dat in een adventkalender wordt gestopt. Wij betalen hier €190 voor. En ik denk als deze rond de €100 was, dat ik dit echt een geweldige adventkalender zou vinden. €100 is alsnog best wel een flink bedrag voor veel minis. Maar er zitten ook producten in die dan weer echt fantastisch zijn. De waarde gaat al flink omhoog door een shower gel van het merk. Maar het is wel gewoon een shower gel. Die zeer waarschijnlijk heel erg goed is. En die Armani My Way zou waarschijnlijk ook wel wat kosten. Maar de overall feeling wat je voor €190 krijgt is niet fantastisch. De inhoud zelf vind ik heel erg leuk. Maar niet als ik bedenk dat die €190 is. Er zit een shampoo in, maar geen conditioner. Er zit een cleansing milk als laatste vakje. Verder niet per se opvulproducten. Ik zie under eye masker en een sheet masker niet per se als opvulling. Ik vind dat juist altijd wel een leuke toevoeging. Dus qua opvulling hebben ze het heel goed gedaan. Dan zit er niks in. En je hebt natuurlijk ook die adventkalender van €70. Maar als ik daar ging kijken wat erin zat, dacht ik, dit is het niet. Ik ben wel heel benieuwd wat we missen. Er zou ook een Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base in moeten zitten. Heb ik niet gezien. Of ik heb gewoon niet gezien dat het van Bobbi Brown is. Dan dus een Bobbi Brown Mini Smoky Eye Mascara. Maar dan ben ik blijer met twee keer een Sol de Janeiro. Want dat gebruik ik en dat andere niet. En dat zijn ook gewoon dingen die kunnen gebeuren. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik kan me alleen voorstellen als je deze adventkalender voor jezelf hebt dat het een beetje vervelend is. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening. Wat vind je van de inhoud en voornamelijk de inhoud in combinatie met de prijs? Laat het me even weten. Ik zat eraan te denken om die andere ook nog te doen van €70, maar ik weet niet of dat leuk is. Ik hoop verder dat je het een leuke video vond. Als het zo is, doe even je duimpje omhoog. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende video. Doei doei! Mwah.